Goedenavond, meneer Den Uyl. Ik heb het idee dat ik u niet verder hoef voor te stellen. U bent heel vaak op het scherm en wij vinden het erg prettig dat u 10 ongeziene vragen vanavond gesteld wilt krijgen. Waarbij wij hopen dat we u gewoon als meneer Den Uyl een beetje beter leren kennen, want als fractievoorzitter zien we u geregeld op het scherm over politieke zaken. Maar ik wou even inhaken op het gesprek wat ik zojuist heb gehad. Heeft u dat gehoord? Heb ik gehoord, ja. Meneer Den Uyl, is het misschien zo, of zou dat een kleine verklaring kunnen zijn, dat studenten, maar ook jonge mensen op het ogenblik zo weinig gehoor vinden voor hun standpunt in de regering, maar ook bij de oppositie, dat ze op een andere manier proberen uiting te geven aan hun gevoelens? Ja, mag ik zeggen over wat u zo even zei tegen meneer Verheij? U hebt hem, en ik vond dat juist, bepaalde dingen vrij scherp voorgeworpen. Maar ik vind niet dat u hoeft te verwijten of bezwaar hoeft te maken tegen demonstraties op zichzelf. Het gaat erom of men bereid is, als men demonstreert, de regels in acht te nemen. Vrij simpele regels, want zeker in Amsterdam is vooral het laatste jaar een grote mate van vrijheid. Ik vind dus dat studenten volle recht hebben om te demonstreren. Ik vind, en ik geloof dat ik dat heel goed kan illustreren aan de aanleiding wat er in Mexico gebeurd is, dat mensen die daarover, en naar mijn mening terecht, gegrepen zijn, dat terug kunnen vinden, ook in het parlement, ook in de Kamer. De heer Vermeerdo en ik hebben daarover bij de Algemene Beschouwing 14 dagen geleden juist het een en ander gezegd. En er ook bepaalde conclusies aan verbonden, bijvoorbeeld ten aanzien van wat de omvang van de ontwikkelingshulp dient te zijn en wat Nederland op dat gebied dient te doen. Ik vind dus dat deze mensen zich terug kunnen vinden in wat politieke partijen doen. En voor zover dat onvoldoende het geval is, is natuurlijk alle gelegenheid om in die politieke partijen met de vuist op tafel te slaan. Discussies waar wat mij betreft dan de splinters van afvliegen. Maar misschien zolang ze nog niet in die partijen zitten, dat ze het van mensen als u verwachten. Oh, maar iedereen is tegenwoordig, en dat is een vooruitgang, welkom om het woord te voeren op vergaderingen van de Partij van de Arbeid en ook van andere partijen, ook als hij daar geen lid van is. En ik geef u dus het voorbeeld dat juist die zaak, die terecht een heleboel mensen bezighoudt, Olympische Spelen in een arm land, een kostbare gebeurtenis waar allerlei mensen in armoede leven, dat die ook in de Kamer, ook bij mij, ook bij anderen, terecht aan de orde is gesteld in zijn politieke consequenties. Dan ga ik naar vraag 2, meneer Den Uyl. Vanavond niet al te veel over politiek dus. En ben ik eens te gaan informeren wat voor man u bent. En nou is men van verschillende kanten. U maar bij de goede geïnformeerd hebt. Ja, dat weet ik niet. Hè. Maar er zijn 3 dingen naar voren gekomen. U komt nogal vaak te laat. U bent nog... Dat hoor ik voor het eerst. U bent iets wat slordig. En als u eenmaal het woord heeft, dan geeft u het ongaarne af. Welk van die 3 dingen is juist? Alle 3. Alle 3. Ja. Goed. Ja. Daar laten we het dan bij. Dat weten we alweer. Vraag 3, meneer Den Uyl. En dat is iets waarvan ik absoluut niet weet of u vandaag al informatie heeft gekregen, maar ik wil het u graag zomaar voorleggen. In opdracht van de GPD is er een opinieonderzoek geweest over het onderwerp: als de mensen nu zouden stemmen, hoe zouden de politieke partijen dan uit de stembus komen? Heeft u dat al iets van gehoord? Ik heb er iets van gehoord, ja. Goed. De resultaten zijn onthutsend. Ik heb hier voor u het lijstje laten uittikken. De krant kunnen we zo direct projecteren op het scherm. En we zouden graag uw eerste reactie vernemen. En u mag meteen getallen uitroepen. Maar terwijl u uw bril pakt, roep ik dat u maar 1 zetel achteruit gaat. En opeens de grootste bent geworden omdat de KVP er 9 verloren is. Ja, u wilt daar mijn reactie op hebben? Ja. Ik heb dus dit cijferstaatje waar dus volgens een opinieonderzoek zou blijken dat wanneer er vandaag verkiezingen zou worden gehouden, dat de KVP van 42 naar 30 zetels zou gaan. Als u althans die PPR, die radicale zetels, nog bij de KVP telt. Ja, dat doen ze niet. De PvdA 1 zetel achteruit gaat, de VVD 6 vooruit, D66 12 vooruit. De boerenpartij praktisch verdwijnt. Ik wou er 2 dingen van zeggen. Het eerste is dit. Ik weet niet wat deze momentopname waard is. Er zijn om de havenklap opiniemetingen. En mijn eigen opvatting is dat je vrij veel metingen nodig hebt om een wat betrouwbaar beeld te krijgen. En dan kun je er nog heel erg naast zitten. Maar afgezien daarvan dacht ik dat je
toch altijd in elk opinieonderzoek wel enige betekenis kan toekennen, en dan geloof ik dat er twee dingen opvallend zijn. Het eerste is dat er dus duidelijk een sterk voortgaand verlies is van de KVP, naar ik dacht overwegend ten goede komend aan D66, en dat er een vrijwel wegvallen is van de aanhang van de Boerenpartij, naar mijn indruk uit die cijfers, overwegend ten goede komend aan de VVD. Het resultaat is dat als je de cijfers optelt, dan zou je zeggen dat per saldo, en dat is toch tegen de achtergrond van die andere onderzoekingen wel verrassend, dat de Kamermeerderheid waarop het huidige kabinet steunt, als er vandaag verkiezingen zouden worden gehouden, bijna helemaal verdwijnt. Mm-hmm. En dat is inderdaad voor u een onthutsend, mm-hmm. voor sommigen een mm-hmm. zeer hoopgevend verschijnsel. Ja. Maar die progressieve concentratie zou er dus in zitten, als u optelt. Als je volgens deze zetelverdeling, maar nog eens, het is een beetje een spelletje, ja. want ik weet echt niet wat die cijfers precies waard zijn. Ja, die progressieve concentratie zou, als je PvdA, ja. D66, PSP en PPR optelt. En ARP, kunt u toch ook noemen? En de ARP, op uw ja. gezag tel ik die erbij op. Ja. Dan hebben we een meerderheid. Ja, dan zit u goed. Dat is een meerderheid. En wij moeten eens luisteren. Even toch nog één B-vraagje. In dat tijd de eerste overwinning voor D66 kwam, een mooi succes. Toen was u daar erg blij om en u heeft toenadering gezocht. Men sprak geloof ik van een vrijage. Hè. Maar nu op uw laatste brief hebben ze niet zo enthousiast gereageerd. Heeft u nou het idee dat u een blauwtje heeft gelopen? En ziet het er dan weer niet een beetje somber uit als al die zetels wegvallen? Dat idee heb ik helemaal niet. Ik vond het optreden van D66 in alle opzichten sympathiek. Ik vond het enthousiast. Ik vond ook wel dat daar een zeker politiek talent uitsprak en de hele aanleiding, een enthousiasme om te komen tot echte democratie, vernieuwing van democratie in Nederland, dat moet ik van huis uit sympathiek vinden, want mijn eigen partij die is uit de elementen socialisme en democratie opgebouwd. Dat vind ik vandaag nog. Ik vind wel dat men dus in de ontwikkeling van D66, dat daar fouten gemaakt kunnen worden en ik vind de opstelling die D66 gekozen heeft ten aanzien van die gevraagde samenwerking, vind ik een politieke fout. Gelukkig niet een fout die onherstelbaar is. D66 heeft zichzelf de ruimte gelaten om in een andere situatie op zijn besluit terug te komen. En ik heb nog wel enig vertrouwen dat het ook gebeuren zal. Wie weet nog een huwelijk, meneer de Nauw? Ja, een heel goed huwelijk misschien. Mag ik nou eens gewoon naar een ontspannen vraag gaan, namelijk naar het gebied van uw gezin. U heeft een groot... Dat is een groot gebied. Een groot gezin, hè? Ja. Hoeveel kinderen heeft u? 7. Ja. Is het nou vervelend voor u als ik u vraag wat u vindt van family planning? Dat vind ik een buitengewoon nuttige en waardevolle instelling. Ja. ik vind dat dus ook helemaal geen vervelende vraag. Hij ligt eigenlijk wel wat voor de hand. Ik moet zeggen dat ik dus me ook helemaal niet bezwaard gevoel om zelf 7 kinderen hebbende, om te pleiten voor family planning, voor geboorteregeling. Ik ben het algemeen overtuigd dat dat ook voor onze samenleving, het is in andere landen is een veel urgenter, veel dringender probleem, van belang is. Maar ik hecht daarbij wel aan dat mensen daarin hun persoonlijke vrijheid behouden. En dat heeft natuurlijk ook allerlei consequenties. Ik vind het ook goed dat mensen die zich veroorloven om veel kinderen te hebben, daar ook de lasten van dragen. En ik vind het ook heel begrijpelijk dat dus allerlei tegemoetkomingen, als men eenmaal een zeker inkomen heeft bereikt, als die gaan wegvallen. Ik zou het helemaal niet zo erg vinden als de belastingaftrek bijvoorbeeld voor kinderen geringer zou worden, bij een zeker inkomen zelfs helemaal zou verdwijnen. Dat vind ik normaal. Maar ik vind dus dat mensen die vrijheid mogen hebben om veel kinderen te hebben, als ze daar ook zelf de gevolgen van dragen. En dan kan ik u verzekeren, dan loont het heel erg de moeite. Ja. Wat vindt u in dat verband van de encycliek van de paus? Ik vind de encycliek van de paus een hele jammerlijke zaak. Omdat ik vind dat in elk geval mensen de vrijheid moeten hebben om die keuze te maken. En de encycliek van de paus betekent dat heel veel mensen voor wie dit een levensgroot probleem is, die keuze ontnomen wordt. Met andere woorden, ik vind in feite een belemmering van hun vrijheid. En ik vind dus dat, en ik geloof ook met vele katholieken dat te mogen zeggen, dat het erom gaat om mensen hun eigen verantwoordelijkheid, hun eigen vrije keus te laten maken. Stel dat u jarig bent in dat grote gezin. En u mag uw eigen verjaardagsmaal samenstellen, meneer de Nauw.
Hoe gaat dat eruit zien? Oh, dat is... U had niks moeilijkers kunnen bedenken. Nee, echt niet. Nee, want als u zegt wat... wat fenofijn, dan zeg ik pannenkoeken. Ja. Maar dat is een beetje saai. Het wordt ook wat veel. Hè? Het wordt ook wat veel. Ik vind het... ik vind het leuk van eten, ik vind goed eten heel erg fijn, maar ik vind het plezier als het wat nieuws is. Dus iedere keer wat anders. En ik bedenk dat niet allemaal, maar er zijn gelukkig een heleboel goede geesten dan in de huizen ten Uyl die wel wat weten te verzinnen. En ik laat me dan ook graag dicteren door, er is er altijd wel eentje die zegt en dat en dat en dat. En dat pakt dan altijd goed uit. Nu heb ik een vraag. Die is eigenlijk in de plaats gekomen van de vijf woorden. We hebben vaak vijf woorden iemand toegeworpen en dan moest hij direct op reageren. Maar bij u hebben we daar een variant op gevonden, meneer Den Uyl. En dat is de volgende. Ik stel u vijf mogelijkheden en ik zou zo graag van u een tegenmogelijkheid willen hebben. Als er nu eens geen P van de A was, wat was dan voor u de tweede partij naar uw keus? Kan me niet voorstellen hoor. Ja. Maar nou, vandaag zou ik tot de PPR houden. PPR? Radicaal. Hey. Nou, even naar meneer Mertens, die zit in brandpunt op dit moment, geloof ik. Maar die heeft onlangs gezegd dat de economische macht in Nederland in handen ligt van 200 mensen. Nou gaan we het u niet zo moeilijk maken vanavond, hoor. We vragen u niet om de 200 te noemen. Maar kunt u ons de 10 noemen waarvan u zegt dat zijn de machtigste mensen van Nederland? De machtigste mensen van Nederland, dat ben ik niet met meneer Mertens eens. Dat zo is, dat moet ik even voorop zeggen, dat beslist de directeuren van de grote ondernemingen zijn. Ik sta op het standpunt dat in ons land een minister van Economische Zaken meer te vertellen heeft, als die goed is, ook meer vertelt dan de president-directeur van de Shell. Dus u was er een? Ja. Ik vond, en ik vind ook, en dat heb ik ook onlangs meneer De Blok, die opvolger is, ook verweten toen het ging om de zaak met Verolmen. Ik zei, in Nederland maakt niet meneer Verolmen, maakt de minister van Economische Zaken, als het gaat om economische beslissingen, de dienst uit. En ik vind ook dat dat kan in onze democratie. Dus als ik, en u vraagt mij dat zo vriendelijk, wat namen ga noemen, en u wil die graag horen, dat betekent dat niet dat ik daarmee wil stellen dat die machtiger zijn dan een goed kabinet of een goede minister van Economische Zaken is. Maar u wilt wat namen horen? Ja, meneer Philips, meneer Tromp, de directeuren van de Shell, die inderdaad beslissen over meneer Brouwer en president-directeur van de Shell, die beslist over de grote beslissing, meneer Soespeek van de AQ, over commissarissen, meneer Steenbergen, oud-minister van Voor de Oorlog, die zo'n 20, 30, of in ieder geval enkele tientallen commissariaten verenigt. Deze bezigheid. Ja, nog meer namen. U voegt dus mensen op het economisch terrein. Economische macht hebben. Ja, economische macht hebben. Dat zijn de directeuren van onze grote onderneming. En daar noem ik u dus enkele voorbeelden van. Ik heb er 8. Nou, meneer Verolmen, dat is gebleken, want die kan zelfs bij dit kabinet over meneer De Blok heen komen. De laatste? U moet er nog eentje hebben. Een meneer die nog veel in de Mark de Brokken heeft, dan neemt u iemand als uit de bankwereld, meneer Van der Brink van de Amro Bank. Dan bent u er wel zo. Ja, hebt u een aantal mensen die echt veel in de Mark de Brokken hebben in onze economische verhoudingen. Over machtige mensen gesproken, meneer Den Uyl, er is een voorstel ingediend tot verhoging van de salarissen van de Tweede Kamerleden. Ze willen het nu brengen op 40.000 gulden per jaar. En u schijnt uw eigen fractie in de Eerste Kamer daar niet zo dol op te zijn en dat niet door te willen laten gaan. Wat vindt u daarvan? De Eerste Kamerfractie van de Partij van de Arbeid heeft geen bezwaar gemaakt tegen die regeling op zichzelf. Maar ze heeft een ander punt naar voren gebracht. Nadat de Tweede Kamer die regeling had aanvaard, heeft een meerderheid in de Tweede Kamer de minimumloonwet aanvaard op een zodanige manier dat daarin het minimuminkomens niet gelijk met de lonen omhoog gaan. Wat wel is opgenomen in die regeling voor de vergoeding van de Kamerleden. En tegen dat feit, tegen het feit dat een meerderheid in de Kamer, waar de Partij van de Arbeid groot bezwaar tegen gemaakt heeft, dat die de minimuminkomens niet laat stijgen met het gemiddelde van de lonen, daartegen heeft zeer terecht
de Eerste Kamerfractie van de Partij van de Arbeid bezwaar gemaakt. Ik laat in het midden of het nou een juiste conclusie is dat men dan moet stemmen tegen die schadeloosstelling. Ik geloof dat de juiste conclusie is dat men dan moet stemmen tegen die slechte, volstrekt onvoldoende minimumloonwet zoals die door het kabinet is voorgesteld en door een meerderheid van de Kamer tegen de zin van de Partij van de Arbeid en enkele andere partijen is aanvaard. U heeft nog steeds uw ogen niet dicht gedaan. Dat zat dan wel in uw dicht. Meneer Den Uyl, wat deed u 40 jaar geleden op zondagochtend? En wat doet u nu op zondagochtend? Het antwoord is dat ik 40 jaar geleden op zondagochtend naar de kerk ging. En dat ik nu of lees, of ook wel naar de radio luister, mm-hmm. en meer van dergelijke dingen. U bent gereformeerd van huis uit? Ik ben gereformeerd van huis uit. Hoe zou het komen dat zoveel vooraanstaande, maar ook andere socialisten van huis uit gereformeerd zijn? Ik geloof omdat, want het is volkomen juist, er zijn alleen in de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid, denk ik een stuk of 7, 8 mensen die van gereformeerde huizen zijn. Ik geloof omdat in de gereformeerde gezindte daar heel sterk de nadruk ligt, en ten dele ook heel nauw verbonden met de Bijbelse opvoeding, op inderdaad het element van gerechtigheid in deze wereld. Dat element zit er heel sterk, laat hem in het midden hoe dat dan verder door gereformeerden in de praktijk wordt gebracht. Maar ik dacht dat dat meer verklaart dat heel velen in van gereformeerde huizen zich aangetrokken voelen tot in aanraking komen met het socialisme. Wat inderdaad in veel gevallen gebeurt, is er gebeurd. Is het toch niet wonderlijk voor u geweest, want u heeft vroeger nog meegedaan aan de campagnes voor de AR. Hè? Maak geen fouten en stem op Schouten. Zat u op een fiets met een bord? Ja, dat was nog in de tijd dat men dacht dat politici er waren om geen fouten te maken. Dat is natuurlijk een misverstand. Ik ben niet alleen gereformeerd van huis uit, ik ben ook van jongs af heel erg politiek geïnteresseerd geweest. En dat heeft meegebracht dat ik dus ook in mijn jongensjaren voor de Antirevolutionaire Partij meegedaan heb aan propaganda maken en zoals dat erbij hoort wat dat betreft, ben ik goed ingelicht. Denkt u er met weemoed aan? Nee, niet met weemoed. Ik heb er ook geen spijt van in die zin dat ik vind dat, en dat geldt ook vandaag, dat opvoeding in een gereformeerde kring, ook met alle nevenverschijnselen, zoals een antirevolutionaire partij, dat die hele waardevolle dingen inhoudt, waar ik zeker ook wel dankbaar voor ben. Dat is gebleven. Mag ik nou een laatste vraag stellen waar ik een kort maar krachtig antwoord van u wil hebben? Dat vraag ik omdat u er anders omheen kunt. Bestaat over 10 jaar de Partij van de Arbeid nog? Stellig. Of die precies dezelfde naam zal hebben, dat wil ik midden later zijn. Alle plannen om die naam te herdopen in verband met de maatschappelijke ontwikkeling. Maar dat wat de kern van de Partij van de Arbeid vormt, ik ben volstrekt overtuigd dat die over 10 jaar er zijn zal. Dank u wel, meneer Den Uyl. Dank u wel.